De Gaykrant uit Best viert het 30-jarig bestaan. Maandag werd dat gevierd met een groot feest in de Drie Gezusters op de Grote Markt in Breda. De oprichter, de eindredacteur en nog altijd de grote man achter de Gaykrant, Henk Krol, arriveerde samen met zijn echtgenoot per limousine bij de Drie Gezusters. Hij werd verwelkomd door Jacques D'Ancona. Hartelijk dank. Gefeliciteerd natuurlijk met het 30-jarig bestaan van de Gaykrant. Ja, belangrijk geweest voor de emancipatie van homo's en lesbiennes. Wat vind je nou zelf het belangrijkste wat je in die 30 jaar tot stand hebt gebracht? Ook dat is zonder enige twijfel de openstelling van het burgerlijk huwelijk. Ik vind nog altijd de openstelling van het huwelijk het mooiste exportproduct wat we in Nederland hebben. Wij zijn er hier in Brabant mee begonnen. En nu is het een discussiepunt in alle uithoeken van de wereld. Ik denk dat dat iets is wat we nooit meer kunnen overtreffen. 30 jaar Gaykrant, voor jou ook nog 30 jaar? Nee, 30 jaar haal ik er niet meer bij. Maar door die openstelling van het burgerlijk huwelijk hebben we nogal wat schulden moeten maken. En ik wil heel graag de komende periode besteden om die schulden te vereffenen. En daarna wil ik het graag met een schone lei overdragen aan een jonge generatie. Ik moet je zeggen, ik heb heel veel met de Gaykrant, omdat het een belangrijk blad is. Opinierend, richtinggevend voor mensen. Homo, lesbo, kortom. En Henk is een hele goede vriend en een goede vent. Kijk, Henk is niet alleen entertainment. Henk was natuurlijk vroeger politiek gericht, maar Henk is musical, opera. Henk is het podiumfonds voor de kunsten. Ik heb met Henk heel veel gemeen. Gezelligheid, maar ook inhoud. Wat is nou het belangrijkste wat hij in die jaren tot stand heeft gebracht? Ik denk dat hij als allerbelangrijkste punt tot stand heeft gebracht dat homo's kunnen trouwen. Ja, ik denk dat het blad voor ons persoonlijk betekent het dat wij ook door de initiatieven die Henk heeft gehad naar het homohuwelijk toe, wij het bewijs zijn dat je getrouwd kunt zijn in Nederland, dat we daar nooit spijt van hebben gehad en dat Henk dus een hele belangrijke bijdrage daarin heeft gehad in eerste instantie. En dat het blad er altijd geweest is naar mijn idee en dat je altijd een soort podium voelde waar je naartoe kon om homoseksueel te zijn en te lezen wat er gebeurt in die wereld. En ik denk dat Henk met zijn team daar in al die jaren een heel krachtig blad van heeft weten te maken. Wat is er nou veranderd in al die jaren? Oh, heel veel ten goede. En niet in de laatste plaats door Henk en zijn inzet. Hij is toch echt een coryfee geworden en een symbool van de emancipatie. En ik sta hier namens alle heteroseksuele grootmoeders. Die moeten er ook zijn. Ja, vind ik wel. Het woord werd onder meer gevoerd door minister Plasterk van Cultuur en burgemeester Van der Velde van de gemeente Breda. Er waren ook muzikale optredens van onder meer Tony Neefs, Astrid Nijg en de Dutch Divas.